In de vroege ochtend van zaterdag 20 april 2002 ziet een wandelaar op Linkeroever in Antwerpen een lichaam liggen in een inham van de Schelde. Wanneer de politie het lichaam uit het water vist, blijkt dat het om een dode vrouw gaat die enkel ondergoed en sokken draagt. Wellicht heeft ze enkele maanden in het water gelegen. Tot op vandaag weet niemand wie ze is of hoe ze in de Schelde is terechtgekomen. Interpol, de Belgische politie en ons opsporingsprogramma Farouk willen deze vrouw identificeren, zodat haar familie en naasten afscheid kunnen nemen. Weet u wie deze vrouw zou kunnen zijn? U ziet hier een compositietekening van de vrouw. Zo heeft ze er mogelijk uitgezien toen ze nog leefde. Het gaat om een vrouw van tussen de 20 en 40 jaar oud. Dat betekent dat ze wellicht tussen 1962 en 1982 is geboren. Ze had een lichte huidskleur en was 1,63 meter groot. Over de kleur en lengte van haar haar of de kleur van haar ogen kunnen we niets met zekerheid zeggen. Ze was normaal gebouwd, had een verzorgd gebit en rookte. De vrouw lag in de Schelde in Antwerpen aan Linkeroever, ter hoogte van de voetgangerstunnel en het Koning Boudewijn monument. Als u meer informatie heeft over deze vrouw, deel deze dan zeker met de politie. Elke tip kan belangrijk zijn. U kan dit bericht ook delen via sociale media. Met de nieuwste technieken probeert de robottekenaar een gezicht te geven aan een vrouw die dood werd aangetroffen in de Schelde in 2002. Ze droeg enkel ondergoed en sokken. Wie ze is, bleef al die tijd een mysterie. Maar misschien dat iemand haar nu eindelijk herkent. Vermoedelijk is ze daar aangetroffen, dus op 20 april 2002, door een passant die hier aan moet gestaan hebben en haar hebben gezien. We zijn hier op Linkeroever, dit is Antwerpen natuurlijk, aan het uiteinde van de voetgangerstunnel. Hier dreef een vrouw in de Schelde en wellicht lag ze al enkele maanden in het water. Uit de autopsie blijkt dat ze is verdronken. Maar de precieze omstandigheden van haar dood zijn nu, meer dan 20 jaar later, nog altijd een mysterie. Wat heeft het onderzoek toen opgeleverd? Nu, er is toen een uitgebreid onderzoek gebeurd, maar dat heeft helaas niet tot een identiteit geleid. Er werd een robotfoto opgesteld. Nu, dit betreft een jonge vrouw tussen de 20 en de 40 jaar, dus het geboortejaar 62 tot 82 ongeveer. Op de robotfoto heeft zij haar. Nu, wij zijn niet zeker van de kleur of de lengte. Die vrouw was 1,63 meter groot, had een schoenmaat 34-36 en was normaal gebouwd. Verder had die vrouw enkel een BH, een slip en twee kousen aan. Die BH, dat weten we, die is van het merk Line en dat zou een Italiaans merk zijn. De robotfoto van 2002 is nooit door iemand herkend. Mogelijk is ze niet helemaal accuraat. Daarom wil Iris nu nieuwe, modernere technieken inschakelen. We trekken naar Brussel, naar het atelier van Peter Klauwaert, de robottekenaar van de federale politie. De bedoeling is om in dit dossier een nieuwe robottekening te laten maken. En de technieken die we daar eigenlijk bij gebruiken, of die mijn collega gebruikt, die zijn toch wel geëvolueerd doorheen de jaren. Peter zal proberen de dode vrouw haar gezicht opnieuw te reconstrueren. Hij werkt rechtstreeks op de echte schedel van de vrouw. Peter, wat ben je precies aan het doen? Dus we zitten hier met de schedel waarover dat het gaat gaan. En dus was de bedoeling dat we op een schedel, dat we op bepaalde punten, op een bepaalde plaats, op een bepaalde hoogte, puntjes gaan zetten. Ja? En dat noemt dat diepteweefse meting. Dus deze die ik nu gesneden heb, die gaan we dan daar gaan plaatsen. Hier moet ik nog eentje zetten en dan hebben we al de volledige eerste lijn van hoe dat ons vrouw er ongeveer gaat uitzien. En wat duidt die lijn nu precies aan? Dus dit zijn al de diepteweefse metingen die ik al gesneden heb op die bepaalde punten die een bepaalde dikte hebben. En die gaan ons weer een lijn gaan geven hoe dat die huid ongeveer zich vormt op de schedel, dus op het gezicht, zo gezegd. En zo heb ik er nog, ik weet niet hoeveel te zetten op Hans' schedel. En uiteindelijk gaat dat ervoor maken dat wij dat kunnen invullen met die klei. Dus stap voor stap krijg je daar een gezicht in, eigenlijk. Ja, dus het gaat niet zo heel snel zo.
En ik weet wel, er zijn bepaalde programma's waar je dat met de computer kunt doen. Maar this is old school en het is nog altijd de betere manier. En we hebben al de nodige resultaten ermee geboekt, dus we zijn er wel blij mee. Dan maakt Peter de spieren van het gezicht na met klei en plaatst die op de schedel. Dus ik ga die zetten en die loopt van hier op de schedel. Die vastressing, die hechtingspunten, die zitten hier, want dat kun je zelfs nog zien hier op die lijn. Ja? Dus die zitten daaraan vast en die lopen tot hier op die kaak, zo gezegd. Zo beetje per beetje krijg je er een gezicht in. Ja. Ja, want nu zijn we nog maar bezig met de spieren, want uiteindelijk moeten we toch nog altijd gaan met wat dan als dieptebeestmetingen. Ons zeggen van, er moet mensen zo daar komen. Maar er moet dan nog vet op, er moet daar, ja. Hoe lang ben je bezig met zo'n gezicht? Als we eigenlijk fulltime er kunnen aan bezig zijn, zonder weer gestoord te worden, anderhalve week tot twee weken is het. Enkele weken later is de reconstructie klaar. En dit is het resultaat. De vrouw blijkt een opvallend gezicht te hebben met sterke trekken en een uitgesproken kin. Ze heeft geen haar, omdat ze gevonden is zonder haar. Dus over de lengte en de kleur kunnen we niets met zekerheid zeggen. Peter heeft ook een tekening gemaakt van de reconstructie. Het geeft een heel nieuw beeld van de vrouw die al die jaren geleden in de Schelde dreef. Mogelijk ook dat de combinatie met de robotfoto van toen bij iemand een herkenning oproept. Wij hopen hiermee toch wel nieuwe resultaten te gaan krijgen. Mensen gaan misschien eerder die vrouw herkennen op basis hiervan. En dan hopen we op een doorbraak. Ook al is dat dossier al vrij oud, wij hopen toch nog wel op nieuwe tips. Wij hopen eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen reageren. Als u tips heeft die kunnen leiden naar de identiteit van deze vrouw die op 20 juni 2002 in de Schelde dreef, neem dan contact op met de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.